Dag dames en heren, met Trefpunt zitten we helemaal in het groen vandaag. Hier in Oostende vertellen we iets meer over het openbaar groen en hoe je zelf de stad wat groener kunt maken. En we starten in Kokzijde waar we het hebben over de ecotuinteams en milieueducatie. We hebben een potje met water gevuld, met levende schelpen, met zeepokken. We hebben daar voeding bij gedaan en de zeepokken steken hun pootjes uit om de voeding te pakken. Dat is een soort van microscoop, waardoor dat je hierdoor kijkt, maar je moet dan een beetje bukken. Dan zie je hierdoor waar dat alles in het strand zit en zo. We hebben 3 liter water en zand samen gedaan met zout om microplastics te vinden. En dan gaan we met een zeefje het bekijken onder een microscoop. Ik vind het leuk en ook interessant. En we hebben gekeken van mossel van de pokken, hoe het eigenlijk leeft. Voilà, allemaal dingen die hier bekeken en geanalyseerd worden in het mobiele labo van de provincie. Een activiteit van het Kokzijdse Duinenhuis. Voor wie dat nog niet zou kennen, dit is het educatief centrum te midden de Schipkatuinen. En het zijn deze mensen die scholen, zeeklassen, natuurverenigingen en alle anderen een educatief bad geven in strand, zee en duinen. Zij organiseren dus deze workshop, maar ook heel wat andere. Zo zitten er in het educatief aanbod flink wat buitenactiviteiten voor kinderen. Van neuzen naar schelpen tot een steeknettenrace en een ware duinenexpeditie. Aan het duinenhuis zelf is er een insectenhotel. En er is sinds kort ook een labo hier binnen. Verder heb je ook nog de douchestations. De douchestations behandelen telkens een ander aspect van de zee. De natuur, het leven in de zee, de impact van de mens. Een douchestationreeks duurt ongeveer 2 uur en moet je vooraf reserveren. We voorzien wel telkens een animator om alles in goede banen te leiden, maar in feite kunnen de kinderen zelfstandig aan de slag. En we zijn er nog niet. Ik heb nog deze brochure in de handen. Naast het permanent educatief aanbod werkt het Duinenhuis ook een vormingsaanbod uit voor volwassenen. Dat is een heel boekje vol geworden, infomomenten, workshops rond natuur- en milieueducatie en duurzame ontwikkeling. Wat is dat dan allemaal? Een workshop macrofotografie zit daartussen, biokookactiviteiten, wandelingen, een compostnamiddag en bijvoorbeeld ook de start van de ecotuinteams op 3 juni. En laten we daar eens naar kijken. Relaties, daar gaat het allemaal over hè, bij ecologisch tuinieren. Dat klopt. Dus relaties tussen de planten en bodem en het klimaat. Aha. Maar ook tussen de planten onderling. Ja. Zoals je hier ziet, heb je dan een heel mooie gelaagdheid en is je tuin dan gewoon arbeidsarm. Ja, dan hebben we er veel minder werk aan. Dat is ook belangrijk. Nu, als ik wil deelnemen aan het ecotuinteam, dan moet ik er zijn op 3 juni. Wat gebeurt dan juist? Dan hebben we onze startavond. Dan gaan we de ecologische basisprincipes uitleggen. Ja. En daarna gaan we met de deelnemers op de volgende dagen hun tuin bezoeken en concrete tips geven. Voilà, dan kun je meteen aan de slag. Wie wil deelnemen aan de ecotuinteams? Het is een gratis activiteit trouwens. Die moet daarvoor wel inschrijven en dat kan via het volgende mailadres. Alle informatie over het Duinenhuis en wat je daar allemaal kunt doen, dat vind je via de volgende website. Man, de zomer breekt er eindelijk door. Dat maakt mij ontzettend gelukkig. En wat mij ook gelukkig maakt, dat is groen. Bloemen en planten. Zeker in een stad. En Oostende heeft al heel wat groen. Ze willen de stad graag nog wat groener maken. Daar kan het bestuur voor zorgen, maar jullie ook. En vandaag sommen we eens op wat alle initiatieven hier zijn. In de serres van de stad Oostende kweken we dit jaar opnieuw 30.000 bladplanten voor de aanleg van het bloemenuurwerk. En verder kopen we ook nog 40.000 eenjarigen aan voor de bebloeming van de hele stad.
De laatste jaren schakelen we meer over van eenjarige naar meerjarige planten, omdat zij een meer duurzaam karakter hebben. Zij moeten minder water krijgen, kruipen iets minder manuren in. Ze gaan uiteraard veel langer mee. En een mooi voorbeeld hiervan zijn de 2 miljoen bloembollen die we in de loop der jaren hebben aangeplant. En ook de vaste planten in het Leopoldpark. Als Oostendenaar kan u ook zelf aan de slag om onze stad groener te maken. Als je hiervoor op zoek bent naar inspiratie voor je eigen voortuin of gevel, kan je hiervoor terecht op de bebloemingsacties aan onze ontmoetingscentra. De eerste daarvan vindt plaats nu vrijdag in Mariakerke aan het Viooltje. Je kan er terecht voor allerlei tips en de buurtbewoners kunnen ook naar huis met 3 plantjes en een zakje botgrond. Tijdens de bebloemingsacties krijgen we ook alle informatie over composteren. Dan leren we bijvoorbeeld dat we hier terecht kunnen. We staan hier op een van de 4 wijkcompostpaviljoenen van de stad Oostende. Deze zijn bedoeld voor mensen die geen tuin hebben en die toch willen hun organisch afval laten composteren. Zij brengen dat hier 1 of 2 keer per week en dan zorgen wij verder voor het composteerproces. Wat specifiek is aan deze locatie hier Steense Dijk, is dat er ook een demoplaats is voor thuis composteren. En daar leren we de mensen hoe dat je eigenlijk composteert met een vat. Eigenlijk vrij eenvoudig. Je koopt je vat bij de stad, je brengt de vloerplaat aan, 10 centimeter houtsnippers en je begint met je organisch keukenafval erin te gooien. Mits voldoende verluchten kom je uiteindelijk na 1,5 jaar tot compost. Gezinnen zonder tuin kunnen in Oostende soms ook tuinieren in een buurttuin. Een tuin die door en voor de bewoners van de buurt aangelegd wordt. Een fijne plek, zo werd de Dolle Pret hier in Stenen eind vorig jaar nog verkozen tot buitengewone buurt. Onze gevel, misschien heb je er altijd al van gedroomd dat hij er ook wat groener uitzag. Nu, dat kan. Je kunt een geveltuintje aanvragen, dat is heel eenvoudig. Als je aan de voorwaarden voldoet, dan wordt er gezorgd voor een plantvak. En dan is het enkel nog kwestie van de juiste plant te kiezen. Wie ook zo'n ambassadeur is voor een groene buurt, die kan deelnemen aan de bebloemingswedstrijd van de stad. Er zijn 4 categorieën. Gevelbebloeming, geveltuinen, voortuinen en het groen bij bedrijven en handelszaken. De jury kiest tijdens de zomer per categorie 3 laureaten per wijk. En laat me eindigen hier in het park, ook een flink stuk van het openbaar groen. Dat wordt op 26 mei nog eens extra in de verf gezet, want dan is het de dag van het park. Met flink wat activiteiten, muziek en entertainment. En natuurlijk ook met de vlottentocht. Alles staat dit jaar in het teken van het thema de jungle. Je vindt er alles over op de volgende website. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van ons overzicht en deze aflevering. Graag tot volgende week.